18 jaar toen dat gebeurd is. Zij was op het veld bezig, hè, aan het werken. En hij was daar ook. En op een gegeven moment is hij naar haar gegaan en hij heeft er lastig gevallen weer, hè. Maar zij had geen goesting aan die man. En toen is zij naar huis gegaan en heeft een schub gehaald en is teruggegaan en heeft er het hoofd ingeslagen. Ja. Ze was op slag dood. Ja. En met een kar hebben ze haar dan opgeladen en naar haar huis gebracht. Dat was verschrikkelijk. En mijn man zat juist op de bank buiten. Ach, ja, jongere mensen wouden hem slaag geven, zo kwaad waren die, hè. En toen hebben ze hem opgevist in een emmer, put. In de waterput. En toen hebben ze hem naar Rijken gebracht, in die ene richting, hè. Ze waren daar in dat huis met twee broers alleen, hè. Want zijn ma, die ging nog ten andere omhalen voor te eten. Ik zeg toen tegen mijn man, ik zeg dat zou ik nooit doen, de moordenaar van mijn kind ook nog omhalen, hè. En eten geven. Dat waren door en door goede mensen, hè, Bertha. Zeker. Maar ja, echt. De braaf, hè. Die hebben daar veel van afgezien, hoor. Maar het was iemand in de deur, want ik heb mijn man horen zeggen. Ergens in een huis, waar zo'n grote poort was een gat. En daar heeft hij proberen door te schieten, hè. Ook voor iemand lastig te vallen, hè. Ja, die is achteraf geplaatst geworden in Reken. In Reken, ja. En daar is, en dan is hij gestorven, hè. Ja. En dat is eigenlijk nog zo lang niet geleden, hoor. Ik weet het niet. Zoek je maar de vragen. Dan zei ze in Blijtingen is een meisje vermoord, zei ze. Ja. En zei ze, daar hebben ze nog een liedje op gemaakt. Hmm. Ja. In Blijtingen, in dat rustig dorpje klein, hoort men de klokken luiden, wat het smart en pijn. Waarom is daar begaan? Door het vredaars is aangedaan. Och, wanneer men het lijden vernam, van eenzame meisje aangedaan. Men vond dus morgens bij het krieken van de dag, om nodig te zeggen, vrienden, hoe zij daar lag. Men vond ze daarna genoteerd en ten halve jaar uitgekleed. Moordenaar, waar was dan toch uw gedag, als ge deze meisje hier zo'n leven vraagt? Nog zo'n jongen in de fleur van haar leven, zeg toch eens, waarom heb je dat bedreven? Kwam het soms om uw slechtheid te begaan, gelijk je vroeger nog eens hebt gedaan. Moordenaar, waar zat je toch met uw gedachten? Dit meisje nog een leven bracht. Nog zo jong en in de vleugel naar